Hoi allemaal en welkom bij deze eenvoudige, maar wel hele leuke kerstdoedel. Wat ik gebruik is een fineliner, een grafiekpotlood en een passer. En ik begin eerst met het trekken van een cirkel. Als je nou geen passer hebt, dan kun je ook een bordje gebruiken of iets anders rond, bierveeltje, zoiets. Dan pak ik mijn fineliner. En dan ga ik precies over dat cirkeltje heen, wat ik met potlood, met de passer dus, had gemaakt. Het tekenen van een hele goede cirkel is best wel lastig, dus daar heb ik dan hulp bij. En bovenop komt de houder, want dit moet een kerstbal worden. Die kerstbal heeft een strik. Dus hier boven die knop van die kerstbal teken ik een knoop met van die hele mooie lange linten eraan. Die linten maken een bocht, zoals je hier kan zien. Dan teken ik de strik zelf. Eerst een lus, dan de dikte van de lint en een klein leuk mooi sierstreepje. En dat doe ik ook aan de linkse kant. Sierstreepjes en een paar vouwen. En dan aan de andere kant komt dus ook zo'n wapperend lint. Dus hier langs teken ik ook even één sierrandje. Mag er ook twee tekenen, net zoveel als je wil. En dit is het ringetje van die kerstbal. Oké, dan gaan we in die kerstbal tekenen. En ik teken eerst wat sneeuw. Gewoon met een paar lijnen. En in die sneeuw een paar dorre takjes met wat besjes eraan bijvoorbeeld. Heel, heel eenvoudig houden. Dan teken ik een dennenboom erin met heel veel sneeuw daarop. Achter die dennenboom staat een huis met ook weer allemaal sneeuw op het dak en een hele grote schoorsteen bovenop. Aan dat huisje zit dan ook nog zo'n voorportaaltje. Dus dat kleinere dakje teken ik er ook in. En die zit dus vast aan dat grote huis. Dan teken ik nog een dennenboom erin. En die staat dan net achter het huis links. En hier nog eentje. En dit is dan de pijp van de schoorsteen. En het begint net te sneeuwen. Dus ik teken gewoon eigenlijk allemaal simpel rondjes, kleine rondjes in de lucht. Ook een paar voor het dak langs. En zo doe ik dus de hele lucht vullen met sneeuwvlokken. Dan gaan we wat leuke ornamentjes om die kerstbal heen tekenen. Dit zijn drie besjes. En die besjes zitten aan een plant met van die hele stugge bladeren. Ik weet even niet meer hoe die heten. Heeft een naam, maar doet er niet toe. En natuurlijk ook dennetakken. Je trekt gewoon een dikke lijn, dus door middel van twee lijntjes. En dan maak je gewoon zigzag lijntjes naar die middelste lijn toe. Dus dat is heel makkelijk om te maken. Dus eerst een lijn, zo, en dan allemaal zigzag lijntjes. En dan heb je al meteen een dennetakje. Hier komen mijn grote linten. En die grote linten, daar komt mijn kerstboodschap op. Ik laat ze uitlopen in een punt. En een beetje golvend sierlijk. En op die linten schrijf ik Merry Christmas. Dat is in het Engels. Maar je kunt natuurlijk ook fijne kerstdagen erop zetten.
of wat je maar wil. De tekst die je zelf wil schrijven daarin. Dan vind ik het ook nog heel leuk om even een kerstman erin te tekenen. Een sneeuwpop. Niet een kerstman, niet Sinterklaas, maar een hele vrolijke sneeuwpop. Dit zijn de kooltjes voor zijn ogen. Dit is dan zijn hoofd. En om zijn nek heeft hij een dikke, warme sjaal. Als je dit allemaal klaar hebt, dan pak je je grafietpotlood. En dan is het erg leuk om in je doodle gewoon een beetje tint in te geven. Je kan het trouwens ook gerust doen met donkerblauw of wat voor kleuren je ook maar wil. Ik heb het hier gewoon even zwart-wit gehouden. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Je kan dus echt allerlei kleuren intekenen, ook in je linten als je dat wil. Maar ik demonstreer het hier gewoon met zwart. Ook bij het lint maak ik een klein beetje schaduw, zodat hij echt een beetje vorm krijgt. En dat doe ik dus ook in die linten met Merry Christmas erop. Hier bij de besjes een klein beetje schaduw. En natuurlijk de hoed van de sneeuwman. Klein beetje onder zijn neus. En nog een beetje de letters. Die letters kun je dus ook allerlei mooie kleuren geven als je dat wil. En hier nog een klein beetje schaduw bij de dennetakken. Die dennetakjes kun je ook groen maken bijvoorbeeld. Wat je maar wil. Heel veel plezier ermee. Ik hoop dat jullie hem ook gaan maken. En ik hoop op een dikke duim omhoog natuurlijk. Tot de volgende tekenles. En groetjes van Lieneke.